Wat voor mij belangrijk is, is dat we elkaar, arts en patiënt, als partners beschouwen. Als partners van een bepaalde aandoening. Waar dat de patiënt uiteraard de ervaring heeft. Het is in zijn leven dat het, of in haar leven dat het gebeurt. En waar dat de arts zijn vorming heeft, zijn ervaring heeft en zijn achtergrond heeft. Om te zeggen. En nog de arts mag schrik hebben van een patiënt die geïnformeerd is. Mag zich zeker niet bedreigd voelen. Mag niet ergens wegkruipen of zich op vanuit de hoogte naar de patiënt kijken. En langs de andere kant moet de patiënt ook durven van vragen te stellen. En opkomen voor hetgeen dat hij of zij meemaakt en daar rond iets concreet kan vragen. Dus niet in een verhouding komen zoals we die vroeger gekend hebben van meneer de dokter of mevrouw de dokter nu. En de patiënt die dan bijna het slachtoffer is van die kennis. Maar in dialoog gaan, met elkaar zoeken naar wat is de juiste oplossing. Hoe kan ik mijn therapietrouw verdedigen? Therapietrouw is een heel belangrijk iets. Mensen moeten overtuigd zijn en dat komt van binnen. Dat komt niet van, dat wordt niet opgelegd van buitenuit. Men moet echt overtuigd zijn dat die therapietrouw noodzakelijk is. Zowel voor uw eigen aandoening als misschien voor uw omgeving. En dan komen we tot een goede relatie. We zijn gelijkwaardig aan elkaar, want we zijn alle twee mensen die samen naar een oplossing zoeken en samen een oplossing moeten uitzoeken. We zijn niet gelijk aan elkaar, omdat de ene komt met ervaring en de ander komt met kennis. En die twee moeten elkaar de hand kunnen geven.